bekende Amerikaanse journalist-schrijver William Niles waarschuwde in 1819 al zijn lezers met de klassiek geworden zin: "A man easily believes what he wishes." Je gelooft snel wat je wil geloven omdat het je van pas komt. Maar voor een journalist is dat natuurlijk een valkuil. Want die moet juist als motto hebben: check en dubbelcheck. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en alles behalve goedgelovig is als het om waarheidsvinding gaat of om het vaststellen van leugens en onwaarheden. En daar gaat het vanavond in onze uitzending om. Wat is waarheid en wat is leugen? Wat is echt en wat is een verzinsel? En de inzet daarvan is deze true crime bestseller Echte mannen eten geen kaas, van Maria Mostert, die in dit boek stelt dat zij 4 jaar lang in de macht van een loverboy is geweest, van haar 12e tot haar 16e. Van het boek zijn meer dan 250.000 exemplaren verkocht en de Nederlandse journalistiek was er lyrisch over. Maria Mostert kon in elke talkshow opdraven om haar verhaal te doen en er werd met ingehouden adem naar haar huiveringwekkende verhaal geluisterd. En de ernst van dat verhaal leidde er kennelijk toe dat een jong meisje, een slachtoffer, geen kritische en zelfs geen voor de hand liggende vragen werden gesteld. Dat alles klakkeloos voor zoete koek werd geslikt. Want je gelooft immers snel wat je wil geloven. Maar klopt het wel? De ontluisterende werkelijkheid achter een waar gebeurd boek. Ik ben Maria Mostert en ik heb het boek Echte mannen geen kaas, eten geen kaas geschreven. En het gaat over de periode dat ik in handen was van een loverboy, zoals de meeste mensen het noemen. Boyer. Van mijn 12e tot mijn 16e heb ik, was ik bij die jongen. En ik heb, ik moest dus voor die jongen werken. Ik moest met mannen naar bed voor geld. En ik moest met drugs en met wapens en ik moest meisjes voor hem ronselen. En dat heb ik 4 jaar lang gedaan. Dit is een fragment uit een voorlichtingsfilmpje van de politie. Maria Mostert, hier 18 jaar, was 4 jaar lang in handen van een loverboy. De gruwelijke ervaringen tekent ze op in een boek. Echte mannen eten geen kaas. 14 februari 2008. Op de dag van de liefde komt het boek uit. Het is een hartverscheurend verslag over een onschuldig meisje dat op zeer jonge leeftijd verzeild raakt in de prostitutie. Een groot applaus, dames en heren, voor Maria Mostert. De aandacht van de pers voor het lieftallige, haast verlegen meisje met haar verschrikkelijke verhaal is groot. Het is het rauwe, schokkende verslag van de andere kant van de romantiek. De wereld van de pooiers, verkrachtingen, drugs, handel in meisjes. Het is het persoonlijke verhaal van de nu 18-jarige Maria Mostert. Welkom, Maria. Dank je. Voor het eerst klapt een slachtoffer van een loverboy gedetailleerd uit de school over wat er allemaal is overkomen. Maria en haar moeder verschijnen in bijna iedere talkshow. En het wint je heel snel ook, vrij in het begin van het boek al, beschrijf je dat, tot seks met andere jongens. Ja, dat duurde niet langer dan 2-3 weken. Nou. Toen was je 12? Ja. 4 jaar lang, Maria. 4 jaar lang. Dus nu 2 jaar ben je eigenlijk, zeg maar, er vanaf ongeveer. Ja, ik ben nu bijna 3 jaar er vanaf. Bijna ja. 3 jaar. Iedereen hangt aan Maria's lippen. Het jonge meisje vertelt een verhaal dat ieder voorstellingsvermogen te boven gaat. Dus je was verslaafd, je was prostituee. Je was eigenlijk lover girl, want je ronselde zelf ook meisjes, als ik het zo mag zeggen. En je was drugsdealer. Ja. Ja, en dan nog maar lachen ook. Omdat het gelukkig achter de rug is. Shit, nigga, overdosage, imperial pistols, ferocious. Fuck a bitch, don't tease, bitch, strip tease, bitch. Eat a bowl of these, bitch, gobble a dick. Host forgot to eat a dick and shut the fuck up. Gargle and swallow a nut up, shut up and get my cash. Backhanded, pimp slap backwards and left stranded. Just pop your collar, pimp convention, hoes for a dollar. 6 deuce in the... De loverboy van Maria heet Manu Paco Reita. Een donkere, gezette tiener uit het West-Afrikaanse land Guinea. Behangen met blinkende sieraden.
Hij is in 2001 als asielzoeker naar Nederland gekomen en heeft hier een nieuw leven opgebouwd. Het verhaal speelt zich grotendeels af in een stad die Maria in haar boek Stenen Muur noemt. In werkelijkheid gaat het om de provinciestad Zwolle. Hier woont Maria met haar moeder en zusje in een nieuwbouwwijk aan de rand van de stad. Het begon allemaal toen ik 12 was en naar de middelbare school ging. Mijn beste vriendin Nikki en ik fietsten samen voor het eerst naar school. We hoorden van een afstandje muziek en zagen een paar auto's staan met allemaal jongens eromheen. Ik keek naar die jongens en een van hen keek me aan en zei: hoi. Ik werd rood en fietste snel door. De volgende dag fietste ik weer met Nicky naar school en we moesten weer over de parkeerplaats. Van ver hoorde ik de muziek al. Mijn hart begon harder te kloppen en ik keek Nicky aan. Nadat we de fiets hadden weggezet, liepen we zo sexy mogelijk over de parkeerplaats. En het werkte. De jongen, die de dag ervoor ook wat tegen me zei, kwam naar me toe lopen. Hij stak zijn hand uit om zich voor te stellen. Ik ben Manu, en jij? Vroeg hij aan mij. Hij had echt een negeraccent. Ik ben Maria, zei ik. Dit is het begin van een verbijsterend relaas van een tienermeisje dat haar onschuld verliest in een wereld vol drugs, prostitutie en geweld. Een verhaal waarin de jonge Maria het contact met de oudere Manu aanvankelijk maar wat spannend vindt. Want thuis vindt ze het nogal saai. Elke dag is volgens Maria hetzelfde en 's avonds verveelt zij zich dood. Op zoek naar spanning besluit Maria haar school al vanaf dag 1 te laten voor wat het is. Zo schrijft ze. 'S ochtends fietst ze weliswaar richting de scholengemeenschap aan de andere kant van de stad, maar terwijl andere brugklassers braaf naar de les gaan, stapt zij bij Manu in de auto. We reden naar Stenenmuur Oost, de grootste achterbuurt van Stenenmuur. Ik denk dat het wel wat met jou gaat worden, zei Manu. Je hebt de goede maten, je ziet er verzorgd uit, daar houden ze van. Ik wist niet wat hij daarmee bedoelde. Binnen de kortste keren maakten de bleuwe scholieren kennis met volwassen zaken als drugs en seks. In de eerste week laat Manu haar een eerste joint roken en zorgt hij voor haar eerste seksuele ervaring. Je bent nog maagd, of niet? Vroeg Manu. Ik keek hem aan en knikte. Hij begon te glimlachen en stak een joint op. En je hebt nog nooit gerookt? Ik ga je alles leren wat je moet weten, zei hij en nam hijs van zijn joint. En van het een komt het ander. Hij deed zijn schoenen en zijn broek uit. Hij had een zwarte boxer aan met een gele smiley erop. Hij deed ook mijn broek uit en haalde een condoom uit het nachtkastje, naast zijn bed. Kom, douchie, het duurt maar even, zei Manu en deed zijn condoom om. Dat was de eerste keer dat ik een piemel in het echt van zo dichtbij zag. Hij leek zo groot, dat zou nooit passen. Hij kwam dichterbij en drukte zijn piemel bij mij naar binnen. Ik voelde het steken en het deed pijn, maar ik voelde me zo moe en duizelig dat ik niets kon zeggen. Zo beschrijft Maria haar eerste seksuele ervaring op haar 12e. Manu blijkt een pooier die al een heuse klantenkring heeft opgebouwd. En Maria ontdekt dat ze opeens een van zijn hoertjes is geworden. We reden weer naar Stenenmuur Oost, naar een andere flat dan de vorige keer. We liepen naar binnen en Manu zei tegen me dat ik nu voor het eerst iets moest doen, waardoor ik er echt bij hoorde. Maria moet met twee vrienden van Manu naar bed. Na 2 uur stond ik weer buiten. Manu en ik gingen naar de stad om te vieren dat ik voor de eerste keer geld had verdiend voor hem. Zo ging het een paar weken door. Op school kwam ik bijna nooit. Ik ging meestal onder schooltijd met Manu mee om naar een van zijn jongens te gaan om geld voor hem te maken. En als ik niet wou, gaf hij me een paar klappen of nog meer wiet, zodat ik deed wat hij zei.
Thuis heeft Maria een slechte verstandhouding met haar moeder Lucie. Ze vindt dat Maria is veranderd en wil weten wat er aan de hand is. Maar Maria vertelt er niks. Ze heeft eindelijk spanning in haar leven en wil niet dat haar moeder er iets van weet. Een paar weken na het begin van de middelbare school moet ze van Manu mee naar een paar jongens. Dit keer is het niet voor seks, maar voor iets anders. Ik zou een hogere functie krijgen, zei Manu. Ik moest nu niet meer alleen met jongens naar bed, maar ik moest ook pakketjes wegbrengen voor Manu en andere jongens. Ik zou een tweede telefoon krijgen. Dat was mijn werktelefoon en die mocht ik alleen gebruiken als ik Manu of een van die andere jongens nodig had. Manu blijkt niet alleen pooier, maar hij is ook de baas van een omvangrijke internationale misdaadorganisatie die handelt in drugs en wapens. De bende is volgens het boek strak en hiërarchisch georganiseerd met een heuse administratie van alle handlangers. Hij liet me mappen zien waarin alle jongens stonden. Elke jongen op een eigen A4'tje, met zijn foto en al zijn gegevens erbij. Hij had ook een map met foto's en gegevens van meisjes. Hij had een hele lading valse paspoorten voor als een van zijn jongens plotseling het land uit moest omdat hij werd gezocht door de politie, of als er een meisje naar het buitenland werd verkocht, wat ook nog wel eens voorkwam. Hij had een map waar hij al zijn financiën in bijhield. Hele pagina's vol met wat hij op welke dag had verdiend, hoeveel en wat hij had uitgegeven. Hij had een map met nummers en adressen en een aparte map voor mij. Ik zag mijn foto en mijn gegevens erin staan. Hij zei dat ik een aparte map had omdat ik net als hij boven iedereen zou komen te staan. Ik zou dingen van hem over moeten nemen en uiteindelijk net zoveel verantwoordelijkheid krijgen als hij. De organisatie van Manu is niet alleen strak en hiërarchisch, de leden deinzen ook niet terug voor geweld. Grof geweld met heftige mishandelingen die niet zouden misstaan in een doorsnee maffiafilm. Het is weer een doordeweekse schooldag als Manu zijn jonge leerling meeneemt naar een buurt die in Maria's bestseller Stenenmuur Oost wordt genoemd. In werkelijkheid gaat het om de wijk Holtenbroek, een troosteloze flatbuurt aan de rand van Zwolle. Hier is Maria getuige van een gebeurtenis die iedere beschrijving tart. Een ware martelscène met een rat en een slachtoffer waar Manu nog geld van krijgt. Manu legde me uit dat de emmer zo heet wordt dat de rat in paniek raakt, want hij kan er niet uit. Het enige wat hij nog kan doen is zich een weg naar buiten graven door de buik van degene op wie hij zit. Manu zei dat de rat op dat moment bezig was om een gang te bijten in de buik van de jongen en zo te kunnen ontsnappen. Manu knipte met zijn vingers en de jongens doofden hun vuur. Juanes haalde de sokken uit de mond van de jongen. Zijn gezicht was betraand en zat helemaal onder het snot en de kwijl. Zijn ogen stonden heel groot en bang. Zijn handen werden losgemaakt en zijn voeten ook. Laat me maar zien wat de rat heeft gedaan, zei Manu. En Romario haalde de emmer weg. De rat rende meteen naar de andere kant van de kamer en moest heel erg piepen. De buik van de jongen zat onder het bloed en vol krassen en beten van de rat. Het bloed droop op de vloer en de jongen had in zijn broek geplast van angst. Vanaf nu is brugklasse Maria van een naïef schoolmeisje getransformeerd tot een doorgewinterd lid van Manu's bende. Maria schrijft dat ze steeds verder verwijderd raakt van het normale dagelijkse leven en haar vriendinnen. Na die dag had ik echt scheid aan alles. Nicky zag ik nog af en toe als ik een keer op school kwam om een toets te maken. Want Manu wou wel dat ik bij elk rapport voor alles minstens een 5 stond. Verder deed ik wat Manu wou. Ik ronste de meisjes voor hem, ging met mannen naar bed voor geld en bracht pakketjes voor hem weg of haalde ze op. Ik ging steeds vaker naar de koffieshop voor een joint en ik kreeg ook andere drugs in mijn drinken. Maar ik weet niet wat dat was. Zo raakt Maria steeds meer afgestomd. Ze doet alleen nog maar dingen die Manu van haar verwacht. Haar eigen wil lijkt ze te hebben uitgeschakeld. Ja.
Het gruwelijke verhaal over de bende van voormalig asielzoeker Manu beperkt zich niet tot provinciestad Zwolle. De dan nog maar 18-jarige Manu heeft contacten door het hele land. Onder schooltijd maakt Maria uitstapjes naar andere steden zoals Rotterdam, zo schrijft ze. Omdat Maria na verloop van tijd stijgt in de hiërarchie, hoeft ze naar eigen zeggen uiteindelijk minder vaak met jongens naar bed. Ze zit in de tweede klas van de middelbare school als Manu onverwacht wordt aangehouden en een aantal maanden vastzit. Maria moet dan naar eigen zeggen de misdaadbende draaiende houden. Gelukkig wou Goe en Nes me helpen om de hele business van Manu op gang te houden. En voor ik het wist, was ik degene die ervoor zorgde dat de jongens geld kregen. Ik moest paspoorten regelen als er een jongen helemaal in paniek naar me toe kwam en nog diezelfde dag het land uit moest. En als ik pech had, moest ik bij sollicitatiegesprekken zitten als er nieuwe jongens aangenomen moesten worden. En zo staat de 13-jarige scholier ineens aan het hoofd van een criminele organisatie die handelt in drugs en vrouwen. De maanden gaan voorbij. Manu is inmiddels weer vrij en Maria wordt 14. Ze is al 2 jaar bij Manu als hij voor het eerst wordt voorgesteld aan Maria's moeder. De loverboy houdt dan de schijn op dat hij een gewoon vriendje is, aldus het boek van Maria. Nadat Manu weg was gegaan, was mijn moeder best enthousiast. Manu hangt de ideale schoonzoon uit, maar houdt zijn duistere kant voor de familie verborgen. Maria schetst in het boek een beeld van een seksterrorist die er genoeg in schept als mensen worden mishandeld en vernederd. Hij tuigt willekeurige voorbijgangers af en laat voor de lol meisjes verkrachten. Ik heb gezien dat hij toekeek terwijl een meisje werd verkracht door een paar jongens. Hoe hij meisjes helemaal gek maakte met zijn acties door ze te slaan, te trappen, vast te binden en een hele dag in een kleine donkere kamer te laten zitten. Hij vond het zo leuk om mensen pijn te zien lijden, te zien bloeden, huilen. Het maakte hem niet uit wat, als hij maar zag dat mensen het moeilijk hadden. En daar blijft het niet bij. Manu is volgens Maria ook betrokken bij verschillende verdwijningen. Op pagina 96 van het boek schrijft ze: als Manu zich verveelde, ging hij soms ook op zoek naar homoseksuelen. Die liet hij dan eerst een paar keer verkrachten en dan liet hij ze verdwijnen. En Nederlanders die mishandelde hij gewoon. Als die mensen vroegen waarom hij die dingen met ze deed, lachte hij ze in hun gezicht uit. Of hij deed nog wat ergere dingen. Behalve een gewetenloze pooier is Manu kennelijk ook een meervoudige moordenaar die zonder dat iemand hem een stroopreet in de weg legt zijn misdaadterreur uitoefent. En over Maria heeft hij een macht die sterker is dan haar eigen wil. Maria zit inmiddels in de 3e klas van de middelbare school als ze nog 1 keer seks moet hebben met jongens van Manu. Op een vrijdagmiddag fietst ze samen met 1 van die jongens, Jason, naar een huis in de Surinaamse wijk van Stenen Muur. Toen ik binnenkwam, zat de hele kamer vol Antilliaanse jongens. De bedoeling was dat ik met hun allemaal naar bed ging. Uiteindelijk ging ik maar met 3 of 4 jongens naar bed. Ik weet niet meer precies hoeveel, maar volgens mij 4. In ieder geval, na de 4e ben ik weggelopen. Deze gebeurtenis vormt een keerpunt in het boek. Na jaren van onderdrukking en uitbuiting knapt er iets bij Maria. Ze wil niet meer voor de loverboy-bende werken, zo schrijft ze. Als ze de volgende maandag geheel tegen haar gewoonte in weer eens op school verschijnt, merkt een lerares dat er iets aan de hand is. Samen met haar beste vriendin Nikki wordt ze apart genomen. En dan komt het hoge woord eruit. Maria vertelt dat ze slachtoffer is van een groepsverkrachting, maar verzwijgt de rol van Manu. Sterker nog, die komt in het hele verhaal niet voor. Maria's moeder wordt door de school op de hoogte gebracht.
Gechoqueerd over de gebeurtenissen neemt hij dan contact op met de politie. Ja, u spreekt met de mentor van de dochter. En dan gebeurt er iets opvallends in het boek. Manu, dat leuke nieuwe vriendje van Maria dat zich zo voorkomend had opgesteld, maar die in werkelijkheid de gewetenloze genius achter alles is, werpt zich op als troostende factor. Manu gaf mijn moeder een hele dikke knuffel en terwijl hij dat deed, gaf hij mij een knipoog. Ik voelde me op dat moment ontzettend schuldig. Ik speelde nog steeds een spelletje met mijn moeder. Onder druk van haar moeder noemt Maria de naam van een van de mannen met wie ze naar bed is geweest. Het is Jason, een handlanger van Manu. Maria vertelt in haar boek dat ze uiteindelijk met grote tegenzin aangifte doet bij de politie. Tegen bendelid Jason, niet tegen Manu. Opmerkelijk is dat daar waar Manu haar in het verleden al mishandelde als ze hem één keertje tegensprak, hij nu niet eens ontstemd is over de aangifte die hem en zijn bende in groot gevaar kan brengen. Ondertussen maakt de Zwolse politie werk van het onderzoek naar de groepsverkrachting. Er worden 3 handlangers van Manu gearresteerd. Het zijn Juanes, Django en Jason. De 31-jarige Jason wordt door de Zwolse rechtbank veroordeeld tot 1,5 jaar gevangenisstraf. Over deze zaak schrijft Maria. In die rechtszaak moest Manu ook getuigen. Tegen mijn moeder had hij gezegd dat hij ons zou helpen. Maar in zijn getuigenverklaring gaf hij Jason gelijk. Toen mijn moeder dat hoorde, zag ik haar gezicht veranderen. Ik keek haar aan en zei mij. Het duurde maar een paar seconden. Maar dat waren er al genoeg voor haar om te weten dat Manu fout de boel was. Vanaf dat moment beseft Maria's moeder dat Manu niet is wie hij pretendeert te zijn. Moeder Lucy probeert haar dochter vanaf dat moment bij Manu weg te houden. Maar Maria neemt vreemd genoeg toch weer contact op met haar loverboy en spreekt stiekem met hem af. Het boek van Maria lijkt op een even spectaculaire als dramatische ontknoping af te stevenen. Manu heeft plannen, zo schrijft Maria, om haar met een vervals paspoort naar Afrika te ontvoeren. Een plan dat op het laatste nippertje wordt verijdeld door Maria's moeder Lucy, die ingrijpt op het moment dat Maria en Manu nog maar een paar meter zijn verwijderd van de auto die hen naar het vliegveld zal brengen. Achter Manu zag ik mijn moeder aankomen fietsen. Ik wist niet wat ik moest doen. Manu liet mijn hand los en bleef me aankijken. Ik zag het gezicht van mijn moeder. Ik heb haar nog nooit zo boos zien kijken. Ze kwam heel hard aanfietsen, liet haar fiets vallen. Ze kwam bij me staan en pakte me vast. Ze begon tegen Manu te schreeuwen. Manu probeerde zich het nog uit de situatie te redden, maar daar trapte mijn moeder natuurlijk niet in. Maria wordt voor de poorten van de hel weggesleept. Diezelfde avond nog wordt ze naar de crisisopvang gebracht. En daar vandaan gaat ze naar een internaat op een geheime locatie. Maar ook hier is ze niet veilig voor de loverboy. Hij liet een van zijn jongens naar het internaat gaan als zogenaamd crisisgeval. Zo vertelt Maria op pagina 165 van haar boek. De slinkse Manu weet dus zelfs een infiltrant binnen te krijgen bij een crisisopvang op een geheime locatie. In allerijl wordt Maria overgeplaatst naar een pleeggezin. Dan krijgt ze het aanbod om naar India te gaan in het kader van een speciaal project voor loverboy-slachtoffers. Een initiatief van de jeugdhulpverleningsorganisatie, de Hoenderloo-groep. Na een maandenlange voorbereiding stapt Maria in het vliegtuig naar India. Maar ondanks al het verschrikkelijke wat Manu haar heeft aangedaan, verlangt ze kennelijk nog steeds naar hem. Hoe langer ik in het vliegtuig zat, hoe verder weg Manu voelde.
Ik zal je nooit vergeten, Manu. Als onderdeel van haar therapie in India zet Maria haar verhaal op papier. Haar hulpverleners zijn onder de indruk en stappen ermee naar de gerenommeerde uitgeverij van Gennep in Amsterdam. Vanaf het moment dat het boek van Maria in de schappen ligt, is het een regelrechte bestseller. Binnen 2 jaar gaan er ruim 250.000 exemplaren over de toonbank. En al snel schrijft Maria een vervolg op het verhaal, het boek Bindi. En ook Maria's moeder tekent haar ervaringen in de hele affaire op. Ik stond laatst voor een poppenkraam, heet haar boek. En zo liggen er dus 3 bestsellers in de winkel over de praktijken van loverboy Manu. Maar de vraag dringt zich op hoe waarheidsgetrouw het verhaal eigenlijk is. Is het werkelijk mogelijk dat Manu van net 18 jaar het kopstuk is van een criminele organisatie in vrouwen- en drugshandel? Dat hij lukraak mensen om het leven brengt en mensen met valse paspoorten naar het buitenland ontvoert en smokkelt, zonder dat iemand hier ooit iets van heeft gemerkt? Dit is de scholengemeenschap waar Maria op zat. De vraag is, kan een middelbare scholier 4 jaar lang vrijwel iedere dag spijbelen, zonder dat ook maar iemand hier iets van merkt? En kan ze dan ieder jaar toch gewoon overgaan naar de volgende klas, zoals bij Maria gebeurde? En zo roept het boek van Maria al vanaf pagina 1 vragen op. Ze zou regelmatig door Manu naar Rotterdam zijn gebracht om daar seks met mannen te hebben. Verschillende mannen op 1 dag. Dit allemaal onder schooltijd. 'S middags, na school, was ze dan weer bij tijds thuis. Al met al zou ze hiermee duizenden euro's per dag voor Manu hebben verdiend. In het programma Spraakmakende Zaken zegt ze hierover tegen interviewer Paul Rozenmuller het volgende. En hoeveel geld verdienen die dan gemiddeld op een dag? Waar hebben we het dan over? Een paar duizend euro. Pardon? Een paar duizend euro. Wel. Op een dag? Ja. Het lijkt hier of Maria zichtbaar schrikt van haar eigen uitspraak. Om zoveel geld te verdienen zou Maria op 1 dag met tientallen mannen naar bed moeten zijn geweest. Dit allemaal onder schooltijd. En soms zelfs in een andere stad, zoals Rotterdam. Maria claimt in het boek dat vrijwel alle escapades met Manu onder schooltijd plaatsvonden. En dat ze 's middags op tijd weer thuis was, zodat haar moeder geen argwaan zou krijgen. En haar moeder bevestigt dit ook. Dan leert een simpel rekensommetje dat een ritje Zwolle-Rotterdam zo'n 150 kilometer is. En je daar snel tegen de 2 uur over doet. Heen en terug, dus bijna 4 uur. En als je er dan vanuit gaat dat Maria gemiddeld zo'n 6 uur per dag les had op school, betekent dit dat ze nog 2 uurtjes over had om met tientallen mannen naar bed te gaan en die duizenden euro's te verdienen. Dat is wat aan de krappe kant, lijkt mij. Maar bij haar interviewers leidt het tot geen enkele skepsis. Integendeel zelfs. Het boek heeft als ondertitel 4 jaar in handen van een loverboy. Maria ontmoet Manu als het 12 is. Hij zou zelf 18 jaar zijn, maar hier is Maria niet helemaal zeker van. In verschillende interviews zegt Maria dat ze al snel opklimt van hoertje naar kopstuk van de bende als Manu een tijdje door de politie wordt vastgehouden. Ze is dan 13 jaar oud en neemt alle zaken van de internationale bende waar. De scholieren, nog geen 2 jaar van de lagere school, zorgt voor valse paspoorten, brengt pakketjes met drugs rond en werft nieuwe meisjes die voor Manu moeten werken. Het is een wereld waar de gemiddelde Nederlander zich nauwelijks een voorstelling bij kan maken. Want hoe regel je eigenlijk een vals paspoort? En als het gaat om drugstransacties, hoe serieus nemen andere doorgewinterde drugshandelaren het 13-jarige meisje dan? Het zijn zaken waar het boek geen antwoord op geeft.
Zaken die echter wel de nodige vragen oproepen over het waarheidsgehalte van het verhaal. En zo zijn er meer. Want de school waar Maria op zat, de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle, zou nooit iets hebben gemerkt van het verzuim van de jonge leerling, terwijl ze naar eigen zeggen nauwelijks een dag aanwezig was. En de school zou dan ook nooit aan de alarmbel hebben getrokken. En dat is iets dat, nadat het boek is uitgekomen en Maria en haar moeder Lucie worden geïnterviewd, de nodige verbazing en bovenal de nodige verontwaardiging oproept. De school had eigenlijk ook het spijbelen, wat je natuurlijk hebt gedaan, beter moeten melden, et cetera. Nou, het feit dat ze niet zagen dat zij door een loverboy gevangen werd gehouden, dat heb ik de school niet verweten. Maar wel het feit dat ze dus nooit gemeld hebben dat Maria heel veel absent was. Ja. Dat vind ik werkelijk onvoorstelbaar. Nee, dat lijkt mij ook. Ten tijde van dit interview loopt er al een rechtszaak waarin moeder Lucie de school aanklaagt en een schadevergoeding eist van 74.000 euro. Het is het najaar van 2009 als deze zaak bij de rechtbank in Zwolle dient. Wij zijn dan al enkele maanden bezig met ons onderzoek naar het waarheidsgehalte van het boek. En als de Zwolse rechtbank uitspraak doet, versterkt dit het vermoeden dat feiten en fictie in het boek van Maria Mostert wel heel erg door elkaar lopen. De school heeft verzuimlijsten en aantekeningen van mentoren getoond, waaruit blijkt dat de scholier in het eerste jaar geen enkele keer ongeoorloofd afwezig was, aldus het vonnis. In het tweede jaar was ze slechts 11 uur absent. En ook in het derde jaar was ze niet buitenproportioneel vaak afwezig. En dus wordt de school in het gelijk gesteld. Het vonnis staat haaks op het verhaal van Maria dat ze vaker niet dan wel op school was. Vreemd is ook dat Maria tot op de dag van vandaag nooit aangifte tegen haar loverboy heeft willen doen. En hierdoor is deze zaak nooit voor de rechter gekomen. Maar het is ook niet zo dat de politie helemaal niets heeft gedaan. Wie is deze Manu eigenlijk? En als hij echt bestaat en het verhaal van Maria niet klopt, waarom heeft hij dan nooit aangifte gedaan van smaad of laster? Manu, die in werkelijkheid een andere naam heeft, is moeilijk te traceren, zo lijkt. Na lang zoeken komen we uiteindelijk wel een internetsite tegen met deze foto's. Dit is de loverboy van Maria. De man die haar jarenlang mishandelde en voor zich liet werken. Maria en haar moeder Lucie zijn verschillende keren op het politiebureau in Zwolle geweest. En hoewel Maria nooit officieel aangifte heeft gedaan tegen Manu, heeft de politie wel degelijk onderzoek gedaan, zo blijkt uit verschillende politiedocumenten waar wij de hand op weten te leggen. Manu is geboren in 1985 en hij is inderdaad in aanraking geweest met justitie. Maar opvallend genoeg pas nadat het verhaal over de groepsverkrachting naar buiten is gekomen. En ook niet voor de zwaarste vergrijpen, zo lezen we. Maar voor zaken als onverzekerd rijden, het in bezit zijn van een vals rijbewijs en voor het hebben van een hennepkwekerij in huis. Het enige opvallende vergrijp is de mishandeling van een vriendin. Dit past op zich in het beeld dat Maria over Manu naar buiten heeft gebracht. Maar over vrouwenhandel of de gewelddadige verdwijningen die hij volgens Maria op zijn geweten zou hebben, vinden we in de stukken niets terug. Manu is in 1985 geboren in het West-Afrikaanse land Guinea. Hij is 15 jaar als hij als asielzoeker naar Nederland komt. Binnen mum van tijd leert hij de Nederlandse taal en in 2003 begint hij aan een administratieve opleiding in Zwolle, waar hij dan ook gaat wonen. Het verhaal van Maria begint in 2001 als ze naar de middelbare school gaat. Dat betekent dat Manu toen nog maar een tiener van 16 jaar moet zijn geweest.
Dit is een foto van Manu met de oude auto waar hij rond die tijd zonder rijbewijs in reed. Hieruit blijkt niets van de rijkdom die Manu als baas van een grote misdaadorganisatie tot zijn beschikking had. Maar schijn kan bedriegen. Zou deze dikke puber van 16 jaar, die dan nog niet eens 1 jaar in Nederland is, werkelijk een meedogenloze pooier zijn? Een leider van een internationale bende? Iemand die mensen mishandelt, meisjes laat verkrachten en homo's uit de weg ruimt alsof het niets is? En dat allemaal zonder dat hier ook maar een haan naar kraait? Verkrachtingszaken en vooral ook vermissingen van jonge meisjes leveren doorgaans heel wat media-aandacht op. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de publiciteitshoos die ontstond toen de 12-jarige Millie Boele uit Dordrecht verdween. Het nieuws werd er wekenlang door gedomineerd. Dan is het op zijn zachtst gezegd toch vreemd dat als er volgens Maria soortgelijke misdrijven en verdwijningen van meisjes en homo's in Zwolle en omgeving plaatsvinden, er helemaal geen letter over wordt gepubliceerd. En er ook eigenlijk nooit iets over bekend is geworden. Uit de documenten van de recherche kunnen we veilig de conclusie trekken dat Manu bepaald geen Leger des Heils soldaat is geweest. Maar hij reist toch eerder het beeld van een overlastplegende thuisteler dan van een doorgewinterde pooier en bendeleider die alles en iedereen in zijn macht had. De vraag is dan ook, waar stopt in het boek van Maria de werkelijkheid en waar begint de fantasie? Feit is dat de drie Antillianen, variërend in leeftijd van 27 tot 31 jaar, door de rechtbank zijn veroordeeld in de zaak rond de groepsverkrachting waarover Maria in haar boek schrijft en waarvan ze onder druk van haar moeder aangifte deed. Maar niet voor de verkrachting zelf, maar voor een veel lichter vergrijp. Seks met een minderjarige, iets dat bij wet verboden is. Er zijn dus wel aantoonbaar ernstige dingen met Maria gebeurd toen ze 15 was. Ze had seks met mannen die 2 keer zo oud waren als zij. Maar welke rol Manu hierin speelt, blijft duister. In het boek heeft Maria het over haar beste vriendin Nikki, het meisje waarmee ze die eerste dag naar school fietste en die door Maria pagina na pagina wordt opgevoerd als getuige van alle gebeurtenissen. Nikki heet in werkelijkheid anders en heeft tegenwoordig geen contact meer met haar oude schoolvriendin Maria, zo blijkt als we haar te spreken krijgen. Volgens Nikki, die om privacyredenen haar verhaal niet op televisie wil vertellen, klopt vrijwel niets aan het boek. Het zit vol met fantasieën. Maria was altijd al goed in het verzinnen van verhaaltjes. Dat Maria zoveel spijbelde is gewoon niet waar. Als we overdag naar de stad gingen, was dat in de tussenuren. Ze schrijft ook dat ze voortdurend stoned was, maar ik heb haar nooit met een joint gezien. De schoolvriendin kan zich ook nog wel herinneren dat Maria met Manu in contact kwam. Dat was aan het eind van de 2e of in de 3e klas, zeker niet in de brugklas. Maria heeft toen gewoon een tijdje verkering met hem gehad. Dat er nare dingen met Maria zijn gebeurd, is iets dat Nikki bevestigt. Maar dat was met Jason en die andere Antillianen. Ik heb haar vanaf het begin gewaarschuwd, want ik had wel door dat het foute jongens waren. Toen ze me vertelde dat ze met 4 jongens seks had gehad, heb ik haar direct naar de vertrouwenspersoon van de school gestuurd. Dit is een klassenfoto van de brugklas met hier de 12-jarige Maria en voor haar op de grond een ander schoolvriendinnetje, Rachel. Dit vriendinnetje komt niet in het boek voor, maar heeft in die tijd wel veel met Maria opgetrokken. Ook zij twijfelt zeer aan het waarheidsgehalte van het boek, blijkt als we haar spreken. Hoe ken jij Maria? Ik ken Maria vanaf de basisschool, groep 3. En ik heb met haar in de eerste klas van de middelbare gezeten. En toen zat ik vaak naast haar, samen met een ander meisje. Kun je zeggen dat jullie vriendinnen waren? Ja. Wat vond je van haar? Hoe zou je haar karakteriseren? Op de basisschool vooral verlegen. Een beetje een verlegen meisje. En op de middelbare school werd het toch wel wat minder. En ze was geïnteresseerd in wat foutere jongens, laat ik het zo zeggen.
Dat merkte je op? Ja, dat merkte ik op. En dat was in de loop van de eerste. Het was niet gelijk de eerste dag dat ze al zo was. Maar ze had het er wel over dat ze dat soort jongens leuk vond. Heb je haar boek gelezen? Ja, dat heb ik gelezen. Wat vond je daarvan? Apart, laat ik het zo zeggen. De eerste bladzijde wist ik al dat het niet waar kon zijn. Omdat er werd gezegd dat zij vanaf dag 1 niet meer op school was. En natuurlijk was ik daarbij en kon ik zien dat het niet zo was. Dus ik was vrij verbaasd over wat ze zei. Want zij was wel op school? Ze heeft niet veel verzuimd? Nee, niet veel verzuimd. We fietsten dan wel eens naar school en weer terug samen. Ik kwam ook wel eens bij haar thuis. En ik kan me niet herinneren dat ze lange dagen of dat ze een tijd er niet was. Werd het verzuim op school goed bijgehouden? Is het mogelijk dat iedereen zich daar toch in vergist? Het werd heel goed bijgehouden. Dat weet ik omdat ik in de tweede voor de eerste keer een keer gespijbeld had, een uur. Toen hing gelijk mijn coördinator met mijn moeder aan de telefoon. Er werden alle briefjes die daarvoor zijn ingeleverd zelfs nog gecontroleerd. En werd laten zien of het haar handtekening wel was. Verder hadden we ook nog een klassenboek. Daar werd per uur ingeschreven wie er aanwezig was en wie dus niet. En wie niet aanwezig was, werd gewoon gelijk gebeld. Dus je kan zeggen dat het vrij streng was. Zelfs misschien wel de strengste van heel Zwolle. Dus als de school stelt van zij heeft niet gespijbeld, ze is eigenlijk niet of nauwelijks afwezig geweest, in ieder geval dat eerste jaar ook, dan zeg jij van nou, daar steek ik mijn hand voor in het vuur? Ja, zeker weten. Heb je wel eens iets van gemerkt dat ze een rijke fantasie had, dat ze dingen verzon of aandikte? Ik kwam vroeger vaak bij mijn oma en dan kwam Maria wel eens mee. En ik weet dat ze daar wel eens wat fantasieverhalen heeft verteld. En als mijn oma dan bij haar moeder ging controleren of dat klopte, zei de moeder van Maria meestal dat het helemaal niet waar was. Je hebt het boek helemaal uitgelezen. Wat is je uiteindelijke oordeel erover? Dat ik best geloof dat er iets naars is gebeurd. En dat dat ze vast hele vervelende dingen heeft meegemaakt. Maar ik twijfel sterk aan sowieso het begin van het verhaal. Want dan kan ik gewoon zeggen dat het niet klopt. Dus heb ik ook mijn twijfels over de rest van de inhoud van het boek. Heb jij er tijdens jouw schooltijd ooit iets van gezien of gemerkt of gehoord dat Maria in handen was van een loverboy? Nee. Dat soort verhalen gingen niet? Ook geen roddels? Of? Nee, ik heb niks over roddels van Maria en loverboys gehoord. Ook niet in de eerste, ook niet in de tweede. En ook niet in de derde, en ook niet in de vierde. Is er dan helemaal niets waar van wat Maria heeft geschreven? Is het levensverhaal van Maria, het gevierde non-fictieboek, waarvan er meer dan 250.000 over de toonbank gingen, en dat ook nog eens werd genomineerd voor de NS Publieksprijs, louter gebaseerd op de rijke fantasie van een meisje dat in die tijd in therapie zat? Wij blijken niet de enigen die twijfelen over het waarheidsgehalte van echte mannen eten geen kaas. Als wij al met ons onderzoek bezig zijn, blijkt ook collega misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink zich in de zaak te hebben vastgebeten. Ook hij plaatst kanttekeningen bij het verhaal van Maria. Korterink is op dat moment bezig met een boek Echte mannen eten wel kaas, dat komende week verschijnt. Het is de tegenhanger van Echte mannen eten geen kaas. Volgens Korterink bevat het verhaal van Maria niet alleen feitelijke onjuistheden, maar zelfs klinkklare leugens, zaken die echt niet kunnen kloppen. Ook de politie is niet zeker van de zaak, zo blijkt uit verschillende processen verbaal. Als Maria in 2005 een gesprek heeft op het bureau in Zwolle en de recherche dan aandringt op een aangifte, blijkt dat daar waar ze in haar boek soms tot in detail alle praktijken van Manu beschrijft, ze bij de politie ineens een stuk vager is, zo valt op te maken uit de stukken. Door dit hele verhaal en dat Maria erg onduidelijk is in details, zijn er bij ons toch enige twijfels ontstaan over het waarheidsgehalte van dit verhaal. Maria was wel heel erg jong en kan zich verder niets herinneren, aldus de politie. En iets verderop? Maria heel duidelijk de gang van zaken uitgelegd van het gevolg van valse aangifte. Ook een verhaaltje gehouden van het bekende fenomeen point of no return, zo schrijft de politie. En elders merkt een regisseur op dat
alles wat er ter sprake is gekomen niet waar kan zijn. Indien we toch bewijzen krijgen dat er maar een gedeelte van waar is, dan zullen we hierop anticiperen. Maria weigert aangifte tegen Manu te doen. Toch volgt later nog een gesprek, waarna ze de politie het volgende mailt. Ik heb nagedacht over die aangifte en ook met andere mensen gesproken en ze zeiden dat ik kon ook eerst een traumaverwerkingtherapie achter iets gaan doen en daarna kijken of ik die aangifte wil doen of niet. Dus de conclusie is dat ik voorlopig nog geen aangifte ga doen. Wat hier direct opvalt is de schrijfstijl van Maria. Ze heeft meer dan een 250.000 boeken verkocht, maar kan kennelijk nog geen 2 foutloos gespelde zinnen op papier zetten. Voor de politie is de zaak met dit mailtje van Maria afgedaan. Maria heeft daarna toch nog 1 keer een gesprek met de politie in het bijzijn van iemand van haar uitgeverij. Maar ook deze keer levert het niets op. We hebben de indruk dat Maria eigenlijk niets wil en dat zij op aandringen van haar uitgever dit gesprek aan moest gaan, aldus de politie. En men verbaliseert haar geconfronteerd met het feit dat wij het wel vreemd vinden dat ze wel een boek schrijft, in alle denkbare programma's op tv zit, maar dus geen aangifte durft te doen. Maria kon hier geen antwoord op geven. Bestaat het boek nu uit feiten of uit fictie? Na lezing had ik eerlijk gezegd meer vragen dan antwoorden over de gepresenteerde gebeurtenissen. Maar moeder en dochter beweerden in talloze televisieprogramma's dat het allemaal de waarheid en niets dan de waarheid is. Bestaat het boek nu uit feiten of uit fictie? Na lezing had ik eerlijk gezegd meer vragen dan antwoorden over de gepresenteerde gebeurtenissen. Maar moeder en dochter beweerden in talloze televisieprogramma's dat het allemaal de waarheid en niets dan de waarheid is. Maar als het werkelijk de waarheid is, dan is het des te ongelofelijker dat Maria de man die haar jarenlang mishandelde, exploiteerde en liet prostitueren, niet achter de tralies wil zien en zelfs nooit een echte aangifte heeft gedaan. Ze schrijft wel een boek over de dader, maar doet om allerlei vage redenen nooit aangifte. Nu komt het op zich wel eens voor dat slachtoffers zo in de ban zijn geraakt van de dader, hun agressor, dat ze sympathie voor hem opvatten, het zogenoemde Stockholm-syndroom. Maar ik heb het gevoel dat het uitblijven van een aangifte een andere oorzaak heeft. Het leidt weinig twijfel dat het boek van Maria feitelijk op veel fronten niet klopt. Manu is niet 18, maar net 16 als ze hem voor het eerst ontmoet. Dat is nogal een verschil. En hij woont dan niet in Zwolle, maar in Zeewolde. Maria is nooit op school, maar gaat toch ieder jaar gewoon over. Van naar het buitenland ontvoerde meisjes is niets bekend. Dossiers van door Manu mishandelde en verdwenen homo's bestaan niet. En Manu zou Maria altijd en overal weten te vinden, maar aan de andere kant stelt ze juist dat hij internationaal zaken doet, regelmatig in het buitenland verblijft en er dus vaak helemaal niet is. En zo zit het boek vol onmogelijkheden en tegenstrijdigheden. Om nog meer zekerheid te krijgen over het waarheidsgehalte van Maria's boek, leggen we het voor aan enkele wetenschappers. Stuk voor stuk erkende deskundigen die in het strafrecht onderzoek hebben gedaan op het gebied van valse verklaringen. Zoals professor Dr. Harold Merkelbach, hoogleraar rechtspsychologie aan de Universiteit Maastricht. Hij onderzoekt de menselijke mechanismen die bij leugen en waarheid een rol spelen. Op ons verzoek heeft hij het boek van Maria gelezen. Wat was nou uw eerste gedachte toen u dit boek had gelezen?
De eerste gedachte is van, dit is een spontaan verslag. Dit is een heel toegankelijk, soepel geschreven boek. Dat was de eerste gedachte. Maar als we nou een schaal maken van 0 tot 10... en 0 is een absoluut verzinsel en 10 is de absolute waarheid. Waar zit u dan? Ik zou dan ergens op 4, 5 gaan zitten. Ja. Maar als u zegt, ik geef het een 4 of een 5... dan komt het er eigenlijk op neer dat het grotendeels niet waar is. Nou, voor een deel zitten daar elementen in die uitermate onwaarschijnlijk zijn, ja. Dan is het letterlijk te mooi om waar te zijn. Het is een soort mix van fictie en non-fictie, zou ik zeggen. Ja, dat is mijn oordeel. Ja. En waar bekruipt u dat gevoel nou het meest in? Zit er een soort rode draad in het boek waarvan u zegt, nou ja, dat gaat mij veel te ver, dat kan niet kloppen? Ja, ik zal een aantal voorbeelden geven. Één ding dat toch wel vreemd is, is de scriptmatige beschrijving van de nare gebeurtenissen die haar zijn overkomen. Bijvoorbeeld, zo'n beetje elke nare gebeurtenis die in het boek wordt beschreven, daarbij vermeldt de auteur hoe het er rook. En mensen die een trauma hebben meegemaakt, die zullen dat zelden doen. Die zullen weinig prioriteit geven aan hoe het er rook. En omdat ze dat constant doet, is dat toch wel vreemd. En doet het vermoeden dat zij een lijstje bij de hand heeft gehad, een lijstje over een script bij de hand heeft gehad, toen zij al die ervaringen op papier zetten. Dus op het moment dat je dit soort dingen veelvuldig in een boek vermeldt, is dat voor u een signaal van, hey, misschien klopt er hier wel iets. Ja, dit is gestileerd en dit is gepolijst en hier wordt er overdreven. Ja, inderdaad. De meest merkwaardige discrepantie, psychologisch ook ongeloofwaardig, vind ik dat zij een hele kritische toon aan de dag legt. En bijna met didair, op een neerbuigende toon spreekt over hulpverleners, over leraren, over de politie. En dat is toch wel heel merkwaardig. Als je zo'n kritische zin hebt, dat je die niet hebt als het gaat om je loverboy. Dat ze dus blijkbaar niet in staat was om zich te onttrekken aan de invloedssfeer van deze man. En dat is een hele merkwaardige discrepantie. Het boek is geschreven uit een soort van therapie. Is dat een goede basis om een non-fictieboek te schrijven? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. We weten dat als je dat gaat doen, dat je dan allerlei onwaarschijnlijkheden gaat verheffen tot dingen die er waarschijnlijk wel gebeurd zijn. Dat je allerlei gaten gaat opvullen. Dat je je verhaal gaat polijsten. Dat je het gaat opsieren. Dat je gaat overdrijven. En dat is bekend uit onderzoek. En ik denk dat zogenaamde journaling, want zo heet dat dan in jargon, dat hier een duidelijke rol heeft gespeeld. Ja. En dat dat een bijdrage heeft geleverd aan echte mannen eten ging krijgen. Ja. Het boek van Maria is geschreven als onderdeel van haar therapie in India, als verwerking van een traumatische gebeurtenis. Iets dat psychologen ook wel journaling noemen en dat volgens Merkelbach dus niet de meest betrouwbare verhalen oplevert. Integendeel. Zou je kunnen zeggen dat als je een jong, labiel meisje, wat wellicht het nodige heeft meegemaakt, naar India stuurt en je laat er daar een levensverhaal opschrijven en je gaat dat uitgeven, dat eigenlijk vragen is om problemen? Ik denk het wel, ja. Ja, want je kunt op 5 vingers aftellen dat je er niet het meest accurate verslag krijgt. Ja. Merkelbach laat weinig heel van het boek dat Maria heeft geschreven. We leggen de bestseller ook voor aan professor Dr. Peter van Koppen, als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Forensisch Instituut van de Universiteit Maastricht. Hij treedt zeer regelmatig op als deskundige in strafzaken. Nou, laten we maar meteen beginnen. Je hebt dit boek gelezen. Wat dacht je toen je het uit had? Nou, wat dacht ik? Vooral toen ik het begin al aan het lezen, dat ik denk van dit verhaal klopt niet. Er ontbreekt een aantal dingen die je tegenkomt. Kijk, bijvoorbeeld, je kan ervan uitgaan dat meisjes die in handen van loverboys vallen over het algemeen redelijk naïeve meisjes zijn. Maar zij beschrijft zichzelf alles behalve naïef. Het lijkt wel alsof het haar initiatief is in plaats van het initiatief van de loverboy. En bovendien beginnen ze dan direct van ram, bam, bam, voluit. En er zit helemaal geen inwerkperiode, wat we noemen een groomingperiode, in het geheel. Dat maakt je argwanend?
Nou ja, er is natuurlijk een hele hoop reden om argwanend tegen het boek te zijn. Niet alleen wat er in het boek staat, maar ook wat er later gebeurd is. Het blijkt dus dat zij nauwelijks van school wegbleef, nauwelijks verzuimde. En er moet toch een hoop verzuimuren geweest zijn, wil je dit allemaal meegemaakt kunnen hebben. Als je nou op een schaal van 0 tot 10 zegt van 0 is een verzinsel en 10 is de waarheid. Waar bevindt dit boek zich dan in jouw ogen? Nou, dat is lastig. Kijk, het komt uitermate ongeloofwaardig over. En er is extern bewijs wat laat zien dat dit niet zo gebeurd kan zijn. Maar dat betekent niet dat je kan zeggen dat alle elementen in het hele boek geheel verzonnen zijn. Maar als dit boek in de boekwinkel ligt als true crime, waar gebeurde misdaad, wordt de lezer dan een rat voor ogen gedraaid? Ik denk het wel, ja. Ja. En dat is toch jammer. Want ik denk dat, kijk, het probleem is, het Loverboy-probleem is gewoon een probleem in Nederland. En daar moet je serieus mee omgaan. En dan moet je natuurlijk niet met verzonnen verhalen komen, want daar doe je een hele hoop andere slachtoffers schade mee. Wat is nou het kenmerkende patroon in dit hele boek? Waarvan je zegt, nou ja, daardoor zit er een luchtje aan. Nou, kijk, door het patroon zit er geen luchtje aan. Wat ontbreekt is de naïviteit van het meisje. Maar wat je wel ziet is dat alle figuren die in optreden een soort karikaturen van zichzelf zijn. Een soort robotachtige figuren. De situaties die er, wat laat ik eerst zeggen, die robotachtige figuren, dat zijn klassieke gangsters. Hè, zoals mijn kleine nichtje dat zich zou voorstellen, zo ziet een zoals je die in een B-film ziet. Ja. Disqualificeert dit boek iets of iemand? Nou, dit soort boeken zijn vervelend, omdat ik vrees dat daardoor werkelijke slachtoffers van Loverboys minder serieus genomen worden. En kijk, dit wordt het cliché van zo gaan Loverboys met hun slachtoffers om. En als dat het geval is, denk ik dat een hele hoop vrouwen die werkelijk slachtoffer zijn geworden van Loverboy hier last van zullen hebben. Ook Van Koppen gelooft dus niet dat we hier te maken hebben met een zogenoemd true crime verhaal. De Maastrichtse rechtspsycholoog Dr. Robert Horselenberg, expert op het gebied van valse herinneringen en valse verklaringen, hecht zo mogelijk nog minder waarde aan het boek. Eerste oordeel was kort, en dat is namelijk dat het vooral fantasie is wat hier neergezet is. Als we dat op een schaal van 0 is een absoluut verzinsel en 10 is de absolute waarheid zouden zetten, waar komt u dan uit? Ik zou op de 2 gaan zitten. Dat betekent dus dat u zegt dat dit boek voor het overgrote deel gewoon een verzinsel is? Ja. Dat is een hard oordeel. Ja. Ziet u een bepaalde lijn in het verhaal waarvan u zegt, nou ja, dat herken ik vanuit mijn vak? Nou, de lijn die ik zie is dat authentiek materiaal met verzinsels wordt gemengd. En net zolang in een verhaal wordt weergegeven dat het, in ieder geval voor de persoon die het verhaal heeft geschreven of vertelt, geloofwaardig wordt. Maar tegelijkertijd zitten daar die onwaarschijnlijkheden in, die toetsbaar ook zijn. Waardoor je kunt gaan twijfelen aan dit verhaal. En dat is ook zoals wij dat doen met strafzaken. Denkt u dat er nou ooit een moment komt waarop de schrijfster zal zeggen, ja, inderdaad, ik heb het aangedikt en ik heb dingen verzonnen? Dat is lastig te zeggen, want wat je ziet bij dit soort therapeutische opdrachten, een setje verhaal wat jou is overkomen op papier, en als daar dan onwaarheden insluipen, is dat het ongelooflijk moeilijk wordt om daar afstand van te gaan nemen. En zelfs zo dat als het eenmaal op papier staat, dat het een soort authentieke herinnering gaat worden. Althans, qua gevoel. Het heeft alle kenmerken van een authentieke herinnering, maar het is feitelijk dan een valse herinnering. Ja, en je bent dus als het ware een point of no return gepasseerd. Ja. Als je het opschrijft en uitgeeft. Ja. Het wordt ontzettend lastig om dan nog terug te keren op je schenen zonder enorm veel gezichtsverlies. Uiteraard willen we Maria en Lucy ook graag spreken over onze bevindingen. Maar daar waar moeder en dochter in ongeveer elk radio- en televisieprogramma kwamen opdraven toen het boek verscheen, is er nu ineens heel wat minder animo om naar de studio te komen. Hallo, met Lucy. Dag Lucy, met Peter de Vries spreek je van SBS 6. Ja, hallo. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen.
Ik bel jou omdat wij bezig zijn met een uitzending over het boek van je dochter. Wij komen toch wel tot de conclusie dat er het nodige in het boek verzonnen is. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja, en ik zou je eigenlijk graag willen uitnodigen om daarover bij ons in de studio te komen praten als we die uitzending doen. Weet je dat ik al jarenlang alle journalisten die ik ooit gesproken heb gezegd, ga eens kritische vragen stellen. Stel aan mij eens kritische vragen. Ja, nou, dat gaan we nu doen. Dus ja, ik zou dat is zeggen, een beetje laat. Nou, waarom is dat laat? Het boek ligt nog gewoon in de winkel. Het is helemaal niet te laat. Het is nog hartstikke actueel. Ja, ik weet het niet. Ik vind de tendens ook, en nu al dit ene telefoongesprek, ik kan nauwelijks uitpraten als je wat vraagt. Ik vind de tendens toch heel beschuldigend en niet. Nou ja, het boek is toch ook beschuldigend? Het boek is toch ook beschuldigend? Het komt niet objectief op me over. En in het boek is nooit de ware naam. Wij hebben wat onderzoek gedaan. We hebben eerst gekeken wat er van waar is. En dingen onderzocht. En ja, nu zeg ik van, wij zijn tot de conclusie gekomen dat een aantal dingen niet waar kan zijn. En daar stellen wij vragen over. Dat lijkt mij heel gerechtvaardigd. Jullie hebben elke gelegenheid tot publiciteit steeds aangegrepen. Overal gezeten. Overal je verhaal kunnen doen. En als er dan nu een paar kritische vragen komen, dan wordt meteen een terugtrekkende beweging gemaakt. Nee, want je trekt nu alweer conclusies, terwijl ik nog helemaal niet mij uitgesproken heb. Nee, dat is niet waar. Nou goed, dus je komt. Ik kom niet eens aan het woord. Dus je komt naar de studio. Je praat er voortdurend doorheen. Ik kom niet eens aan het woord, Peter. En op die manier wens ik niet te praten. Nou, zeg dan wat je wil zeggen. Nou, snap je dat ik op deze manier niet in gesprek wens te gaan met iemand? Of tenminste, ik wil wel in gesprek gaan met iemand, maar niet op deze manier met jou. Want ik ben niet gediend van om op deze manier uitgehoord te worden. Lucie heeft duidelijk weinig zin in kritische noten bij het boek van haar dochter. Maar wil het voorstel om in de studio te komen toch nog even in beraad houden. Nou, ik ga erover nadenken, want ik vind, nou ja, wat ik je al zei, de manier waarop vind ik niet sympathiek. Ja, maar ik denk niet dat je je moet verschuilen achter de manier waarop. Dit is gewoon een telefoongesprek. Peter, ik verschuil me nergens. Nou ja, dan moet je gewoon voor de dag komen. Ik heb geen reden om me te verschuilen. Dan moet je gewoon voor de dag komen. Ik wou je even zeggen, ik heb geen reden om mij te verschuilen, want bij mijn weten heb ik nooit een onwaarheid verteld. Dus voor mij is het heel simpel. Okay. Ik hoef niet te overleggen, ik hoef niet allerlei strategieën te bedenken. Ja. Want ik vertel wat ik weet en meer, en dat is het voor mij. Ja. Meer is het niet. Met het gevoel dat we bij Lucie niet verder komen, besluiten we Maria zelf te bellen. Hallo. Hallo, met Maria? Ja. Hoi, je spreekt met Peter de Vries van SBS6. Hallo. Hallo. Ik zou je graag even willen spreken over jouw boek, Echte Mannen Eten Geen Kaas, dat ik heb gelezen. Ja. En ik heb daar een aantal vragen over eigenlijk. Omdat ik heb het goed gelezen. Ik heb er ook met wat deskundigen over gesproken. En ik twijfel nogal aan de inhoud van jouw boek. Oké. Ik ga daar een uitzending over maken. En ik zou je daarvoor graag ook willen uitnodigen om in de studio daar je verhaal over te komen doen. Ja, daar wil ik het eerst over hebben met mijn moeder. Ja. En ik moet zo meteen weg, dus ik kan er nu niet echt op ingaan. Dus misschien kunnen we nog later een keer contact hebben. Ja, maar ik wil daar wel even concrete afspraak met je over maken dan. Wanneer hoor ik daar iets over? Vandaag denk ik, of morgen. Oké, okay. En hoe laat kan ik je daar over bellen dan? Eind van de middag. Doe maar eind van de middag. Wat sta je ervan te kijken dat ik daar twijfels bij heb over je boek? Oh nee, heel veel mensen hebben dat. Maar is het zo wat er in dat boek staat? Ja. Of zeg je zelf van nou ja, ik heb dat in een vorm van therapie geschreven en daar heb ik wel wat dingen in verzonnen en aangedikt. Of zeg je van nee, de plaatsnamen zijn anders, maar verder niet. Het is de waarheid en niets dan de waarheid wat daar staat. Ja. En dus toen jij 12 was, begon het allemaal. En toen je 14 was, gaf je al leiding aan een misdadige organisatie. Ja, dat staat in het boek, hè? Ja. Dat is zo.
Kunt u later deze dag terugbellen, alsjeblieft? Oké, okay, nou bel ik je later op de dag terug. Ik mag er wel van uitgaan dat je dan echt bereikbaar bent, hè? Ja hoor. Ja? Ja. Oké, okay, bel ik je aan het eind van de dag terug. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Dag. Ja, en in de dagen daarna heb ik Maria nog een keertje of 20 teruggebeld, maar geen enkele keer werd de telefoon meer opgenomen. En ook op een ingesproken voicemail werd niet gereageerd, ondanks de plechtige belofte. Dus toen uitgeverij Van Gennep Amsterdam maar even gebeld. Die zou vast niet aarzelen om toelichting te komen geven op de bestsellers waar men inmiddels een vermogen aan heeft verdiend. Maar directeur Christen Kate is even minhappig om tekst en uitleg te geven en vraagt bedenktijd. Die geven we hem uiteraard en als ik hem uiteindelijk weer bel met de vraag of hij nu wel of niet naar de studio komt, ontstaat het volgende veelzeggende gesprek. Dag, met Christen Kate, uitgever Van Gennep. Ja, hallo, goedemiddag. Hallo. Wij zouden nog even contact hebben over onze uitnodiging of u naar de studio zou komen. Ja, maar wij hebben besloten daar geen gebruik van te maken. Waarom niet? Om niet naar de studio. Waarom? Nou, omdat het toch met name dan zeg maar voor Maria, toch een erg belastende confrontatie is. En op deze manier willen wij dat niet doen. Maar belastende confrontatie, alle persverzoeken die ze voorheen gekregen heeft, daar zat ze altijd in de studio. Was dat niet belastend dan? Ging toch ook over haar verleden? Jawel, maar ik heb begrepen dat dit natuurlijk toch over een andere... Dus als er een paar kritische vragen worden gesteld, dan komt ze meteen niet en ziet ook de uitgeverij er vanaf. Nou, zo zegt u het. Nou, dus maar een paar kritische vragen, dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Nou, waar heeft u dan wel een probleem mee? Nou, met het feit dat natuurlijk zo direct, je in een studio zeg maar meteen op korte termijn moet reageren op wat er zeg maar aan beeld is. Dat is één. Nou, u krijgt een reportage te zien, heb ik gezegd. En maar u niet een dag of twee van tevoren. Nee, maar dan moet dat gewoon lang. Dat is toch een boek dat u uit overtuiging heeft uitgegeven, waarvan uw cliënten zegt dat het de waarheid is. Dan kunt u dat toch verdedigen, of niet? Ja, dat is ook verder geen punt. Nou, kennelijk wel. Dat zullen we ook zeker. Niet bij u, nee. Oh, bij een ander die wat minder kritisch is misschien. Nee, helemaal niet. Maar ik vind dit niet erg, met alle respect, meneer Ten Kate. Ik vind dit niet erg flink klinken, hoor. U geeft een boek uit, gaat in elke talkshow zitten die er maar is. En op het moment dat er dan vragen zijn over de waarheid, over de echtheid van het boek, dan zegt u gauw nee, ik kom niet. Daar gaat het niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat gewoon om de manier waarop. En, Nou aan de manier waarop? Ik heb u keurig uitgenodigd. Nou, twee dingen. Ja, nee, dat is, met die uitnodiging is ook niks mis. Maar het staat mij vrij om daarvoor gebruik van te maken of niet. Ja, maar dan staat mij vrij om te zeggen dat ik dat voor een gerespecteerde uitgeverij niet erg dapper vind. U geeft een boek uit. Dan staat u dat vrij. Pretendeert dat de waarheid is. En op het moment dat daar dan twijfel over is, dan durft u niet eens te komen. Nee, dat is uw conclusie. Die laat ik verder voor uw rekening. Dat is ook niet wat ik zeg. Ik zeg alleen dat het niet gaat om op zo'n korte termijn dan te reageren. En ook dat het niet live is. Het zou dan toch op zijn minst live moeten zijn. En niet, ik wil u best toezeggen dat er niet in het interview geknipt zal worden, hoor. Nou ja, dat is dan alweer een punt. Dat zouden we dan nog kunnen overwegen misschien. Maar, want dat scheelt wel natuurlijk voor ons. Dan zou je er gewoon, dat maakt wel een verschil inderdaad. Nou ja, daar hebben we eerder met geen woord over gesproken hoor. Dus, Nee, maar ik zeg alleen maar dat ik natuurlijk natuurlijk gesondeerd heb en met hen overlegd heb. En dat is dan een van de punten die toch dan op dat moment voor hen lastig is. Ja, nou ik wil u best toezeggen dat er niet in geknipt wordt. Oké. Nou ja, dan zouden we. Dat wil ik nog wel even met hen overleggen dan. En wanneer hoor ik dat dan? Ja, dat zal dan. Moeten we dan maar, denk ik, eens even kijken. Ja, morgen in de loop van de dag. En belt u mij dan? Ja. Oké, nou dan reken ik erop dat ik dat morgen in de loop van de dag hoor. Ja. Ja? Ja, prima. Nou, goed, wacht ik dat af. Oké, bedankt. Dag. Nou, u heeft het gehoord. Toezeggingen genoeg.
De uitgever mocht de reportage van tevoren zien, kreeg dan nog bedenktijd en in het interview zou niet worden geknipt. Alle denkbare bezwaren zijn weggenomen, zou je zeggen. En directeur Ten Kate beloofde dus ook uitdrukkelijk om zelf terug te bellen. Maar we hebben helemaal niets, maar dan ook niets meer van hem gehoord. Geen enkele reactie, laat staan een inhoudelijke. Als het gaat om het doen van onbetrouwbare mededelingen en beweringen, zijn Maria Mostert en uitgeverij Van Gennep kennelijk zeer aan elkaar gewaagd. Maar geen commentaar dus. Wie we ook nog niet hebben gezien is Manu, de loverboy uit het boek van Maria. Wat is zijn verhaal eigenlijk? Hoe reageert hij op het boek en wat is hij voor persoon in werkelijkheid? U kunt dat zien in een speciale documentaire. Het exclusieve verhaal van een loverboy. Die aanstaande woensdag 12 mei om 8:30 op SBS6 wordt uitgezonden. De reportage is van de hand van documentairemaakster Jessica Filerius en is gebaseerd op het in onze reportage al genoemde boek Echte mannen eten wel kaas, dat door collega Hendrik-Jan Korterink is geschreven en dat vanaf morgen in de winkel ligt. Korterink en mijn programma hebben tijdens de research wel contact met elkaar gehad, maar ons onderzoek gescheiden uitgevoerd. En in zijn boek staan zaken die wij niet hebben gemeld, zoals in onze reportage ook informatie zat die hij niet heeft opgenomen. In de documentaire stuurt Manu aan op een confrontatie met Maria. We laten u vast een klein stukje daarvan zien. Wat zou jij op dit moment tegen Maria willen zeggen? Waar jij nu ziet, zou ik graag dat Maria hier was. Niet alleen met mij, want dan gaat zij dat gebruiken als dat hij valt me weer lastig. Ik wil gewoon een publiek gesprek met Maria. Openbaar gesprek. Duidelijk gesprek. En dat alles wat eerlijkheid is, dat voorkomt. Waarheid komt voor. Ik wil haar in de ogen kijken dat zij tegen mij kan zeggen: Manu, je hebt me afgekregen. Manu, je bent mijn loverboy geweest. Manu, ik heb voor jou gewerkt. Manu, je hebt mijn leven verpest. Manu, je bent een monster. Dat zijn de 5 punten dat ik met haar wil bespreken. Nou, woensdagavond dus de hele documentaire. Zorg dat u er de dag erna kaas van heeft gegeten als het gesprek van de dag is. Goed, dan tot slot nog een persoonlijke noot. Was het nu noodzakelijk om het waarheidsgehalte van dit boek te kunnen beoordelen dat je praktijkervaring als misdaadverslaggever of rechtspsycholoog hebt en daardoor eigenlijk niemand een verwijt kan maken dat het boek in deze vorm is verschenen? Mijn antwoord is wel nee. Gewoon een beetje gezond verstand was voldoende voor iedereen om al na 25 of 35 pagina's ernstig aan dit boek te twijfelen. En tot de conclusie te komen dat het absoluut niet fit to print was. Mijn conclusie? Maria Mostert heeft waarschijnlijk vervelende dingen meegemaakt. Echt wel. Maar niet zoals het in het boek staat. En ook niet vanaf haar 12e jaar. Maar ja, zoals ik in de inleiding al zei: a man easily believes what he wishes. En als je als talkshow een meisje in je programma haalt dat zegt dat ze 4 jaar lang in de macht van een loverboy is geweest, dan wens je kennelijk dat het waar is en stel je geen verdere vragen. Zo werkt het allemaal. Dit was weer ons programma van vanavond. En het is meteen ook de laatste uitzending van dit seizoen. We zijn iets eerder klaar dan vorige jaren en dat geeft mij mooi de gelegenheid om volgende week op reis te gaan naar verre oorden voor nieuwe onthullende reportages die dan weer in het najaar worden uitgezonden. Het was een heel turbulent jaar. Dat begon met de flitsers van het KLPD die zelf alle verkeersregels aan de laars slapten en via het geruchtmakende drieluik over seriemoordenaar Koos H. eindigde met de ontmaskering van een zogenaamd waargebeurd boek. Wij slaan het boek nu even dicht. Bedankt voor uw massale support en tips dit seizoen. En ik zie u in het najaar weer. Tot dan.